go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. Welkom bij Nox Spellen Zonder. Dit keer het spel Family Business. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers. De duur van één spelletje is ongeveer half uur, drie kwartier. Uitgegeven door Mayfair Games. Het is een simpel spel waarin vooral de factoren geluk en tactiek een grote rol spelen. Doel van het spel, elke speler is een soort mob met daarin 9 gangsters. En het doel is elkaar uit te schakelen door de gangsters van de tegenpartij af te knallen. En te zorgen dat jij aan het einde van het spel tenminste nog 1 gangster in jouw mob hebt zitten. Nou, dan gaan we eens beginnen om te kijken wat we allemaal krijgen van ons scherm. Nou, eens kijken wat er in de doos zit. Mooie stevige kartonnen doos, regels natuurlijk. 1 stapel actiekaarten, daar ga ik straks meer over vertellen. En natuurlijk de 6 gangstermops. Allemaal in een eigen kleur. En allemaal met een eigen afbeelding en een naam. Nou, het verschil in de kaarten zit hem enkel en alleen in de plaatjes en de namen. Voor het spel maakt het helemaal niet uit welke gangster uit jou mob als eerste afgeknald wordt. En je krijgt allemaal gekke gezichten. De een nog lelijker dan de andere. Maar dat geeft ons natuurlijk altijd weer een goede reden om ze af te knallen. Het spelregelboekje. Nou, de regels zijn heel simpel. Ook omdat ze op alle actiekaarten nog een keer in het kort staan. Hier nog een keer de wat uitzonderlijkere kaarten. Een keertje uitgelegd. Met wat meer tekst en info. En op de achterkant nog een kleine referencekaart. Dus dat krijg je voor je geld. En natuurlijk, vergeet niet de doos die meedoet in het spel. Met daarin het kerkhof. Ze rusten in vrede. En als je deze op elkaar stapelt, krijg je daar de muur waar tegen de gangsters afgeschoten worden. Hartstikke grappig. We gaan eens kijken hoe we het spel spelen. Dit is een standaardopstelling voor een spel met 3 spelers. Elke speler legt voor zich neer, open en bloot, zodat iedereen het kan zien, de 9 gangsters uit zijn mob. Daarnaast heeft iedere speler een hand van 5 kaarten. En je zorgt ook dat je hand altijd uit 5 kaarten bestaat. Hier in het midden hou je een strook vrij. Dat wordt de hitlist. Daarop komen de gangsters, die vervolgens als het een mobwar wordt, of bij sommige speciale kaarten, in één keer allemaal afgeknald worden of om de beurt. Ga ik zo allemaal uitleggen. Daarnaast heb je hier natuurlijk de actiepijl. De nieuwe actiekaarten. En hier ruimte voor de discardpaal. Kaarten die gebruikt worden. We gaan eens even kijken wat voor soorten actiekaarten we hebben. In principe zijn het 3 soorten actiekaarten. Duidelijk weergegeven in de kleuren groen, geel, groen, geel, hoor mij nou. Groen, rood en blauw. Rode en groene kaarten mogen alleen gebruikt worden in de speler zijn eigen beurt. De blauwe kaarten mogen gebruikt worden in een andermans beurt. Rode kaarten gebruik je om gangsters, ik doe het even kort door de bocht, af te knallen. Groene kaarten eigenlijk een beetje om je gangsters te redden van de hitlist. Of te zorgen dat de hitlist een andere volgorde krijgt, waardoor jouw gangsters niet vooraan liggen. Dus ook niet als eerste afgeknald worden. En de blauwe kaarten, zoals ik al zei, in andermans beurt worden die gespeeld. En daarmee kun je een beetje rode kaarten counteren, oftewel tegenwerken. Hoe speelt men? Nou, een beurt is eigenlijk heel simpel. Je begint je beurt met 5 kaarten. Het eerste wat je in je beurt doet, is een extra kaart trekken. En daarna moet je een kaart spelen. Ben je niet in de staat om een kaart te spelen, om wat voor reden dan ook, gebeurt niet veel overigens. Moet je er even eentje afleggen, want je mag nooit meer dan 5 kaarten hebben. Behalve in dit stadium, als je hem net pakt. Nou, hoe krijg ik mensen op de hitlist? Heel simpel, we zetten een contractje uit. Op elke kaart, bovenaan de titel, onderaan staat in het Engels, maar heel duidelijk wat de kaart doet. En in dit geval is dit een heel simpel basiscontract. En dat zegt, leg een van de tegenstanders zijn mobsters, gangsters, op de hitlist. Nou, in dit geval neem ik deze lelijke vent. Maakt geen ruk uit. Hij gaat vooraan op de hitlist liggen. Oké, deze kaart is weg. Nou, dan is zijn beurt. Hij doet hetzelfde. Trekt een kaart. Speelt een kaart.
En zo begin je aan het uitroeien van elkaar. Nou, wat gebeurt er als er genoeg gangsters op de hitlist liggen? We zullen er eventjes voor het gemak een stuk of 6 opleggen. Want als er eenmaal 6 gangsters op de hitlist liggen, dan breekt er automatisch een mob war uit. Mob war wil zeggen, je beurt is hetzelfde als anders, met één uitzondering. Voordat je je kaart pakt, krijg je één extra stap. En dat is het afknallen van de eerste op de hitlist. Dat is heel vervelend, want voordat je andere acties mag doen, moet je dus soms je eigen gangster het graf in helpen. Wel grappig, de achterkant van elke kaart heeft een lekkere rip grafsteun. Die gaan hier in het kerkhof in. De hitlist schuift door. En voor de rest gaat het weer hetzelfde. Je pakt een kaart en je speelt weer een contract. In dit geval heb ik geen rode kaarten. Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik speel een police protection. En daarmee kan ik één gangster van mijzelf uit de hitlist halen. Nou, dat is op zich altijd gunstig. De mob war gaat door tot de hele hitlist leeg is. Of tot iemand een kaart speelt die zegt, mob war is over. Oftewel, als mensen een beetje contracten door blijven spelen. En je hebt ook dubbele contracten. En soms gaan er van elke spelers 1 of 2 op de hitlist. Dus dan kun je in 1 mob war bijna de helft van alle gangsters afknallen. Nou, dat is ontzettend handig. Vooral als het niet jouw gangsters zijn. Nou, dat is een mob war. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben natuurlijk nog heel belangrijk de kaart waarmee je voorkomt dat jouw gangsters de hitlist komen. Dat zijn eigenlijk deze 2 kaarten. Dat zijn de kaarten die zeggen, het contract gaat niet door, dus mijn gangsters zijn veilig. Family influence, more power. Family influence doet precies wat ik zeg. Jij speelt een contract op mijn gangster, ik speel family influence. En het contract wordt genullificeerd. Oftewel, teniet gedaan. More power is nog grappiger. Die zegt, het contract dat je op mij speelt gaat niet door, maar ik doe gelijk een contract terug en jouw gangster gaat op de lijst. Oftewel, het heeft een soort backfire effect. Erg grappig. Er zijn natuurlijk contracten die zichzelf weer beschermen. Nou, zoals dit contract kun je duidelijk zien. Dan zie je het symbool van family influence en een nee erbij. Nou, oftewel, dit contract, als je dat speelt, mag je er geen family influence gebruiken om tegen te gaan. Het tweede effect wat de blauwe kaarten hebben, is dat ze, omdat je ze niet in je eigen beurt speelt, je kunt ze in je eigen, je speelt ze wanneer iemand anders bezig is met zijn beurt, en je kunt daarmee je eigen gangsters, maar ook iemand anders zijn gangsters beschermen. Want nadat je een blauwe kaart speelt, ik ga het gewoon eens eventjes doen, even kijken, zorgen dat ik wel de correcte hoeveelheid heb. Ik speel een family influence om het contract dat op mij gespeeld wordt te counteren. Mijn hand is daardoor 4 kaarten. Dus ik vul gelijk aan. En de blauwe kaart zegt, nu is de beurt voor degene die de blauwe kaart speelt. Dus mijn beurt begint. Als het nog mob war is, knal ik een gangster af. Ik pak 1 kaart. En vervolgens ben ik aan de beurt. En het grappige van die blauwe kaart is dat ze dus het verloop van het spel, zeker als je met 4, 5 of zelfs 6 spelers speelt, dat je dus het verloop van het spel helemaal ontregelt. En daardoor ook gewoon spelers helemaal buiten schot kan houden. En dat is best grappig, want dan kun je ze ondertussen een beetje afknallen. En zo kun je zonder dat je last van ze hebt het spel helemaal door de war schoppen. Een ander positief iets is, als jij zegt van nou ben ik het zat, ik wil mijn beurt hebben. Dan kun je zeggen, nou oké, ik red de gangster van een speler nou, die toch al niet heel sterk is. Ik krijg de beurt en dan kun je lekker zelf je dingen gaan doen. Het zijn kaarten die het spel dynamisch maken. En die echt heel veel toevoegen aan de snelheid en ook de manier waarop je met elkaar bezig bent. Ontzettend leuk element. En echt een geweldig spel maakt het ervan. Dit is goed gespeeld. Ik vind Family Business geweldig. Het is bijna voor iedereen toegankelijk. Ook al ben je niet echt een spelfanatiekeling. De regels staan op elk kaartje uitgelegd. Dat maakt het ook voor iedereen om heel snel door te hebben hoe het speelt. Een beurt bestaat uit maar 2, hooguit 3 stappen. Het is geweldig. Het is ook een vloeiend spel. Het gaat lekker snel. Het is dynamisch. Je kunt elkaar een beetje plagen. Je krijgt geen irritaties omdat je elkaar helemaal uit kan vlakken. Want
Wat heel vaak gebeurt is dat je in het begin zie je één speler die heel snel heel veel gangsters kwijtraakt. Maar op een gegeven moment zit hij er nog met 2 of 3. En dan denkt hij, ah ja, dat is geen speler waar we nog bang voor hoeven te zijn. Gaan ze met elkaar weer aan de gang. En dan uiteindelijk zie je dat je met z'n allen weer met 2, 3, 4 gangsters zit. En zo heb je tot aan het einde eigenlijk altijd wel kans. Ik vind het een heel gaaf spel. Een echte aanrader. Ik heb het gereed op een 8. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de review. En als je vragen hebt of opmerkingen, kun je altijd mailen naar het adres dat je aan het einde van deze review in beeld krijgt. Go, 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 shorty, it's your birthday.